Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe stream. In deze stream gaan we iets vet cools doen. We gaan namelijk een Celebrations box openen. Pokémon Celebrations, de Deluxe Pin Edition. Er zitten twee normale pakjes kaarten in. Volgens mij Vivid Voltage en Chilling Rain. En vier pakjes van de Pokémon Celebrations collectie. Verder zit nog een pin in en een Sacian Level X kaart. Wat we gaan doen, we gaan natuurlijk gewoon allemaal open. We beginnen eerst met de normale pakjes, dan de Celebration pakjes. Celebration pakjes zitten maar vier kaarten in. Als het goed is, allemaal holographic. Die set bestaat uit 50 kaarten. Je hebt 25 setkaarten. Volgens mij zijn dat gewoon kaarten die nog niet eerder uitgebracht zijn. En 25 oldschool kaarten en secret rares. Er zit één kaart in die ik heel graag wil. Maar ja, vier pakjes van vier kaarten. Dus dat betekent dat ik 16 kaarten heb. De kans dat hij erin zit is erg klein. Ik hoop namelijk op de secret rare Mew gold card, zeg maar. Daar hoop ik het ergst op. Ik ben hem ondertussen aan het openen hier beneden. Dan gaan we alles er heel even uitschuiven en uithalen. Oh, ik zie dat het er iets anders uitziet dan het is. Het is nog een... Yo, aard bij 2000! Welkom bij de stream. Eens kijken. Dus we hebben de vier pakjes. En we hebben hier een Chilling Rain pakje. Hey, Muntbal, thanks voor het verschijnsel van de stream. En thanks voor de subnet. Chilling Rain en Vivid Voltage, wat ik al dacht. Daar beginnen we zo meteen mee. Er zit een Zacian card in. Die probeer ik even netjes uit te halen. Er allemaal dingen kapot. Hey, thanks! En de pin die op de grond viel, maar dat is op zich niet zo erg. Die pin is best grappig. Die laat ik jullie zo meteen even zien. Wat doet die mooie man aan beeld? Ja, dat krijg je dan. Wat we hierna trouwens gaan doen, want het is niet, want het is best wel weinig kaarten die we kunnen openen. Wat we hierna gaan doen, is ook heel vet. Hierna gaan we namelijk een Shiny Wooloo Hunt doen. Dus dan weten jullie dat. Die Sander al heeft. Nee, ik geef geen codes. Oh, thanks Munty. Top. Kijk, dit is de pin die erbij zit. Dit kan dan bewegen. Dat is wel grappig. De Surfing Pikachu. Oh, kijk, dit is sowieso Surfing Pikachu. En... zo is het Flying Pikachu. Best wel grappig. Die pin zit er dus bij. Nice. En Paddy is er ook. Dat klopt, ja. Die staat niet in de badkamer omdat daar de... daar de dingen van mijn vader en van mijn zusje staat. En dan is er geen elektriciteit, dus ik heb hem altijd daar staan. Inderdaad, Sander. Dit is de kaart die er altijd bij zit. Best wel vette kaart met die witte border. Een Sacian Level X. Dus. Dit is de promo kaart die je er altijd bij krijgt. En natuurlijk een codekaart. Maar ja, die gaan we natuurlijk niet weggeven. Die houden we zelf. Ik ben er erg benieuwd naar. Laten we gaan kijken. Ik heb de pakketjes hier liggen. Laten we beginnen met het Chilling Rain pakketje. Yo! Oh, wat zijn we grappig. Begint het nou al, Justin? Boys en Milan. Eén, twee, drie, vier. Zo. Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar die Celebrations pakjes. Die twee pakjes die erbij zitten, die zijn mooi meegenomen. Maar daar verwacht ik niet al te veel van. Dat is namelijk deze Ralts. Die zit daarbij. En Heracross. Castform, Sunnyform. Peel. Athena. Shaymin Vervolo. Huh? Dan heb ik hem... Dat is raar. Ik heb de card truc gedaan. Dan heb ik iets verkeerd gedaan. Maakt verder niet uit. Dit is de Glareon Slowking. Ik laat nog wel eventjes trouwens die kaart zien. We hadden een Shaymin en verder twee trainer cards en een Celio. Maar in ieder geval deze holografische Glareon Slowking. Dit is onze eerste hit, maar het gaat niet om deze pakketjes van Chilling Rain. Het gaat om die Celebration pakketjes natuurlijk. Daar gaat het allemaal om. Dat is het belangrijkste. Maar we hebben eerst nog één Vivid Voltage pakketje om te openen.
Nee, maar dit zijn gewoon... With the Chilling Rain heeft wel gewoon een cartridge, zeg maar. Net als... Maar we gaan het zo wel zien. Chilling Rain heeft, als het goed is... net als Vivid Voltage hebben gewoon wel een cartridge, als het goed is. Ja, deze heb ik wel goed gedaan. Kijk, we beginnen met een Energy. Dat moest net eigenlijk al onze... rode red light al zijn. Oké. Zap Strike. Dit is nog steeds een Vivid Voltage pakketje. Nog niet de belangrijkste van vandaag. De Excadrill. De Nuzleaf. De Seedot. Electric. Clefairy. Pampy. Oh, dat kan ook Sander. Janma. Wilmer. En een Holographic Leon. Dat is ook niet zo'n bijzonder pakketje. We gaan nu beginnen met die vier pakketjes van de Celebrations. Mochten jullie het net gemist hebben, ik heb net al een beetje uitgelegd wat de bedoeling is van de Celebrations pakketjes. Er zitten vier kaarten in. Zijn als het goed is alle vier holographic. De hele set bestaat uit 50 kaartjes. En binnen die 50 kaartjes... Even kijken, oh, er zitten wel allemaal van die codes bij. En binnen die 50 kaartjes is het zo dat je 25 setkaarten hebt. Zoals deze, dat kan je hier ook zien. Oh, volgens mij zit er iets goed achter. Volgens mij zag ik al iets glimmen. Heel even kijken. Dan ga ik het jullie nog één keer goed uitleggen. Hier, er zijn 25 setkaarten. Jullie zien ook de glinstering al, hè. Er zijn 25 setkaarten. En dan heb je ook van 25 tot en met 50 zijn de speciale kaarten. Dus dit is de Holographic Cosmoem. De Holographic Ho-Oh, die ook gewoon vet is. Dit is kaart nummer 1 van de set. Een Mew X. Een Mew X, ja hoor. Nummer 88 van de 92. Een Mew X. Hoe vet is deze kaart? Holy shit. En... Surfing Pikachu VMAX. Volgens mij is dit een fucking goed pakje. Holy shit. Dit is volgens mij een fucking goed pakje. Een Mew X en een Pikachu VMAX. Holy shit. Ik ga ze snel sleeven. Dit moeten kaarten zijn die moeten opgestuurd worden om te graden. Ik heb al een paar kaarten opgestuurd voor de grading. Die heb ik nog niet terug, omdat de dagen die zijn gewoon nog niet over. En we zijn in Nederland, dus het duurt allemaal lang. Maar holy shit, we hebben de Surfing Pikachu VMAX en een Mew EX. Ik wil hem nog een keer laten zien, kom op. Die is fucking vet. Centering is erg decent, misschien wel gewoon top. Dit is een hele goede kaart. Surfing Pikachu VMAX. Wat een vet kaart. En een Mew EX. Deze vind ik misschien nog wel vetter. Holy shit. Wat een hit. Zo. Die andere ga ik natuurlijk ook sleeven. Die Holographic Ho-Oh en die Holographic Cosmoem. Maar dat zijn niet... Waarom geen Dragon Shield sleeves? Waarom wel? Zo. Ik heb ook nog van die hard koppers. Dat is als je ze gaat opsturen wel slim. Maar die doe ik in ieder geval misschien wel om die Mew en om die Pikachu. Oké, pakketje 2. Ik zie al dat we een duplicate hebben, jongens. We hebben weer een Ho-Oh, maar dat is niet erg. Codekaart. Al weg. Oké. Okay. Deze zijn ook prima. Doen het prima, Jima. Oké, okay, een Ho-Oh. Oeh, deze Zekrom Holographic is ook vet. De
Cosmog. Oké. En de laatste kaart van dit pakketje. Oeh, een Zacian V. Oké, dit was in vergelijking met het vorige pakketje echt wel een minder pakketje. We gaan ze wel allemaal sleeven. Ik moet zeggen, die Zacian is op zich nog best wel vet. Die Zacian is op zich best wel vet. Hij heeft vandaag alleen niet echt zin in om scherp te stellen. Kom, ja. Oké. Nu heb ik nog twee pakjes over. Ik hoop dat we nog... Er zit één kaart in. Ik weet niet of jullie dat mij net hebben horen zeggen. Maar er zit één kaart. Dat is een Gold Card Shiny Mew. Dat is de kaart die ik het allerliefste wil. Maar ik verwacht niet dat die erbij zit. Maar die is wel echt wel vet. Je kan deze niet loskopen. En je kan ze ook niet in een box kopen. Dus dit is een Deluxe Pin Collection. Dus daar zitten vier van die pakjes bij. Je kan deze kaartjes niet loskopen. Zo. Dit is een Lugia. Oh. Ja, een Lugia holographic. Weer een Zekrom, weer een duplicate. Zo jammer hè, van heb je 16 kaarten, heb je al twee keer een duplicate. Een Palkia is op zich best vet. En een Lunala. We hebben wel de hele Lunala lijn. Het eerste pakje was wel echt veel beter dan de rest. Maar we hebben nog één pakje over natuurlijk. Ik wou graag een ETB van deze halen, maar die zijn overal uitverkocht helaas. Dan had je 10 van dit soort pakketjes. Maar helaas, die waren dus overal uitverkocht. Very sad. Ik heb al een derde Zekrom. Wauw, dit is wel echt scam. Nee, maar dat is wel jammer. Oh. Codekaart. Ik denk dat we het beste pakje als eerste hebben geopend, boys. Weer een Zekrom, onze derde Zekrom. Onze derde Ho-Oh. Wauw. Onze tweede Palkia. Laatste kaart van vandaag. Oké, Flying Pikachu, die is dan nog op zich wel vet. Flying Pikachu V, maar ik moet zeggen, toch een beetje teleurgesteld, maar wel twee hele vette nieuwe kaarten erbij. Zal ze er zo nog een keer even bij pakken. Maar toch. Eerste pakje was echt best. Die had ik als laatste moeten bewaren. Er zaten twee hele vette kaarten in. Vooral die Mew X, die vind ik wel echt vet. Dat is wel echt een hele... Maar dat ik 3 Ho-Oh's en 3 Zekroms heb, dat is wel echt hele dikke bullshit. Dat is echt hele dikke bullshit. Oké, laten we kijken. Ik zal ze er even tussen uitvissen. De beste kaarten van vandaag waren deze twee kaarten. Zo. De beste kaarten voor vandaag. De Mew EX. En de Serpent Pikachu VMAX. Dat waren de twee beste kaarten van vandaag. Die Mew is echt heel vet. Ik vind die Mew echt heel vet. Holy shit. Dus ja, de volgende keer ga ik toch kijken of ik ergens zo'n ETB van Celebrations kan vinden. Want... Ja, die kan ik denk ik niet meer vinden. Maar dat had wel veel leuker geweest. Want nu heb ik 4 pakjes geopend. Waarvan ik 3 keer een Zekrom had. 3 keer een Ho-Oh. 2 keer een Palkia. Ja, dat is echt onzin. Maar wel 2 hele vette kaarten. Dus, mag niet klagen. Maar toch is het jammer. Dat is in ieder geval het Pokémon kaartengedeelte van deze
van deze video. Maar we gaan natuurlijk, van deze stream. We gaan nog veel meer doen. In ieder geval als je dit stukje hebt gezien op YouTube. Bedankt voor het kijken en tot de volgende opening van Pokémon Kaarten.